juist als ik een bank was, hè, gevestigde orde, zou ik mensen gaan inhuren die niet van de gevestigde orde zijn. En die dus gewend zijn om out of the box te denken, creatief te denken, bijvoorbeeld ook creatief te zijn met locatie en dergelijke. En dan kom je al heel snel inderdaad bij freelancers. Die dus gewoon uit de aard van de zaak vaak met de meest uitzinnige opdrachten zijn geconfronteerd. Het moet allemaal heel goedkoop, of het mag heel duur. Het mag daar. Die inventiviteit denk ik dat je juist nodig hebt als gevestigd bank. Nou spraken we net met ik denk een man of 30 van het FEP over ook iets wat op een keurmerk gaat lijken. Waarom is dat belangrijk? Kijk, het FEP bestaat net en heeft nog geen certificering of keurmerk, maar ik denk wel dat het steeds belangrijker wordt, ook voor de toekomstige opdrachtgevers, dat ze gewoon weten in één keer van, nee, als ik iemand van het FEP heb, weet ik dat hij 5 jaar ervaring heeft en gewoon een bepaald cv heeft waar ik op kan bouwen. En bijvoorbeeld ook een aansprakelijkheidsverzekering, heel handig. En dat je niet een beunhaas hebt. Het is er nu nog niet. Het FEP heeft het nu ook nog niet nodig, omdat ze al haar leden industrieel kent. Zodra je groter wordt, wil je het voorkomen, ja, kan ik me voorstellen dat er wel een certificaat gaat komen. En nou is er in onze branche een soort van raar spanningsveld. En ik ben benieuwd, als een soort van helikopterview die jij hebt, is een soort spanningsveld tussen de bureaus en de ZZP'ers. De bureaus lijken een beetje, ja, wat moeten opeens die eenlingen met mijn klanten? Is dat logisch of is dat een angst voor het onbekende of hoe moet ik dat plaatsen? Nou ja, het is gewoon concurrentie, het is gewoon marktwerking. Die bureaus zijn natuurlijk gewend om op een bepaalde manier te doen, hebben vaste lasten. En dan komt in één keer zo'n legertje met allemaal creatieve freelancers, met allemaal aparte ideeën en verhalen. Natuurlijk is dat bedreigend, maar ja, dat is wel marktwerking. Hoe zie jij, want er moest natuurlijk tussendoor ook wel even gezegd worden dat we op je moesten stemmen, hè? De PvdA nummer 20. Ja, precies in de peiling vandaag. Wat is de toekomst van de ZZP'er in de eventbranche? Hoe schat jij dat in? Ik denk dat er nog meer freelancers of ZZP'ers gaan komen. En dat heeft natuurlijk ook gewoon te maken met de grote trend in de economie. Dat alles flexibeler moet. Dus het ene moment willen we alles in een club als de Harbor Club zoals hier. Het volgende moment wordt alles kleinschalig. Die trends die gaan steeds sneller. En je moet steeds sneller kunnen inspelen. Met de recessie ook. Dat is een van de redenen waarom er veel freelancers zijn. Omdat veel grote bureaus misschien moesten inkrimpen of zelf over de kop zijn gegaan. Als freelancer ben je veel flexibeler ook. Dat je het ene jaar meer omzet draait, het andere jaar minder. En juist door die nieuwe eisen, door wat kan ook technologisch, denk ik dat die kleine flexibeler freelancer, dat steeds meer normaal wordt. Dus ik denk, de verhouding zal nu 40-60 zijn. Ik denk dat binnenkort 60-40 is. Leon Kruidwagen van het FEP, herken jij die verdeling 40-60? Sterker nog, is die van jouw berekening afkomstig? Ja, onder andere ja. Ja. En hoe leg je daar je vinger op? Want waar is dat op gebaseerd, die 40-60 verdeling in onze branche? Nou, waar het op gebaseerd is, dat is gewoon op een trend gebaseerd die, zoals gezegd, sinds 2001 al is ingezet. En je ziet een verschuiving naar mensen in loondienst naar mensen die zelfstandig gaan werken. Je ziet dat een aantal organisaties, belangrijke organisaties, bijvoorbeeld cateringorganisaties in Nederland, bijvoorbeeld Martin & Partners, is een heel mooi voorbeeld van. Heel klein bedrijf. 6 mensen werken er nog in vaste dienst. Nou, dat was in de tijd, eind jaren 90, werkten er echt 200-300 man. Klein bedrijf die met een grote schil aan freelancers werkt. Maar mensen die ze wel aan zich binden. Dus het is niet zomaar vrijblijvend. Nee, het zijn wel mensen die ze kennen. En ze weten wat voor pool freelancers ze hebben. Daar hebben ze een goede relatie mee opgebouwd. Dus dat zijn wel netwerkorganisaties. En het zijn, dat is het nieuwe ondernemen. Dat is niet meer het hebben van een grote structuur en een groot kantoor. Nee, dat is het hebben van een heel goed netwerk. En dat netwerk, dat vereist hele andere zaken. Een andere manier van ondernemerschap. Dat vereist mensen aan je binden. Dat vereist aan aandacht geven. Maar ook beter te selecteren. Wie past er in jouw netwerk? Wie hoort erin? Wie hoort daar niet in? Hoe belangrijk is iemand als Miley Vos in de Kamer voor bijvoorbeeld het FEP? Want het is in mijn ogen een ontwikkeling die gewoon doorzet. Dat is uitermate belangrijk, want zoals Melly aangaf, dat er tot 2004 uit mijn hoofd het woord ZZP'er nog nooit in de Kamer is gevallen, terwijl het een gewoon maatschappelijke trend is. Dan zie je ook dat zulke actieve Kamerleden uitermate belangrijk zijn voor
deze groep mensen en voor deze ondernemersvorm ook. En als je dat, je realiseert het je niet, maar allerlei instanties kunnen de zelfstandige, de ZZP'er, geen plek geven, puur omdat daar geen labeltje aan hangt. He, omdat het CBS ZZP'ers niet onderzoekt, omdat het een aantal organisaties, de Belastingdienst, geen vakje kent, bent u ZZP'er en waar ze dat moeten plaatsen. Dus dan word je niet gehoord en daarvoor zijn mensen als bij Lee, en zoveel zijn er niet, zijn uitermate belangrijk voor de zelfstandigen in Nederland. Bij Lee tot slot. Heb jij een gouden tip? Ik weet, er zijn steeds meer mensen die uit een bedrijf stappen of die als eventmanager helaas zijn weggesneden en misschien wel hun weg willen vinden als ZZP'er in de eventbranche. Is er iets van een gouden tip voor de ZZP'er in Nederland? Netwerken. Kijk, heel ouderwets, maar je krijgt je opdrachten omdat mensen jou kennen. Dus je moet niet achter je computertje blijven zitten. Ook wel belangrijk, hè, om een goede website te hebben en visitekaartjes. Eigenlijk een website als visitekaartje. Maar je moet naar buiten, mensen moeten je kennen. En oogcontact, hè, precies wat we ook hier doen met een borrel, is cruciaal voor je opdrachten, je relaties en dus uiteindelijk voor je duurzame bedrijfsvoering. En ik hoorde tussendoor een mooie kreet: individualisten, verenigt u. Individualisten, alle landen, verenigt u. Ook dat sluit je ergens weer aan, want samen ben je gewoon sterker. Dankjewel.